Ja? Ik zei het toch, het werkt. Wat? Ik zei het toch, het werkt. Knol power. Wat doe je? Ik moest lachen, ja. Je moest lachen om mij? Omdat jij de deur niet overdeed. Waarom? Gewoon. Ga maar rijden. Moet ik rijden? Ja. Waarom? Oh, je bent aan het filmen. Hoi! Hoi. Nee, ik zei hoi tegen de kijkers, niet tegen jou. Hoi! Wil je even stoppen met lachen? Dit is helemaal geen grappige vlog. Nog niet. Komt straks pas. Oké. Okay. Ik kan mijn lach nooit inhouden. Zo, we gaan. Top. Nou, ik zit hier samen met Myron. Kennen jullie ondertussen. Ik denk wel van de schaatsen. Wat gaan we nu doen? Wat we vorige week ook gedaan hebben. Voor het schaatsen. Als ontspanning. Dat is belangrijk, mensen. Als je een wedstrijd gaat doen, dan wil je geen spanning. Dan wil je ontspanning. Dus die ont moet ervoor. Net zoals een verstopping. Dat is niet fijn. Je wilt een ontstopping. Ja. Heb je nog meer voorbeelden? Zeker. Zeker. Een zwelling. Je wilt geen zwelling. Een ontzwelling. Ik vind het wel een leuk accessoire voor vandaag. Ik zou er vanavond ook mee gaan schaatsen. Over je schaatsketting. Ja, dan kan ik mijn camera hierop draaien. Ja. Met mooie shots. Kun je mee tijdens de race. Precies. Dus wat gaan wij nu doen als ontspanning? Vissen. Vissen. Ik kwam heel enthousiast uit. Zeker. Hebben we niet een leuk visnummer? Hebben we niet vissen, een leuk visnummer? Vissen. Vissen. A few moments later. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is... Daar zijn de meningen over verdeeld. Of je kan leven zonder blinde darm. Ja, nou alles wat er tot nu toe gezegd wordt. Missen. En dat is vissen. Oh. Oh. Ja, daar zijn de meningen niet over. Nee, even opnieuw luisteren dit. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen! En dat is vissen! Ik pakte dit vast. Ik schrok. Oh mijn god. Ja, dat willen we niet missen. Nee, daarom gaan we nu vissen. Klopt. Ik wist helemaal niet dat dit nummer van André Hazes was. Ik ook niet. Wat een baas. Ik wist niet eens dat André Hazes wist. Nee, ik ook niet. Dat over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Zoiets ofzo. Elk café bedoel je? Elk café. Dat zei ik toch niet? Ja. Oh, ik dacht dat het zei elk café. Nee, elk café nog steeds de baas is. Zullen we dat eens luisteren? Wat is dat dan? Dat is een liedje van, niet Korte, maar... Oh, Lange Frans. Juist. Baas B. Ja. Zullen we die eens luisteren? Oh ja, dat is goed. Je bent wel enthousiast. 17 miljoen mensen of zo heet dat toch? Nee, het heet Het Land van. Oh ja, Het Land van. 17 miljoen mensen. Dat is een heel ander nummer. Oh ja. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoelde ik. Ik dacht al, waar gaat het heen? Daarom dacht ik, oh, hij sloeg echt al. Auw! Normaal! Je sloeg mij ook al hard. Ik sloeg niet. Jawel, je pakte mijn jasje en toen zo. Auw, 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 auw! Stop. Hij is helemaal uitgerekt nu. <1 miljoen mensen op dat ene kleine stukje aarde. Dat is hem! Het is niet 17 miljoen mensen, het is 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Dat is hem. Lekker hoor. Episch nummer wel hoor. Ja, lang niet gehoord. Ik kende de tekst eerst niet en toen ik het hoorde dacht ik, die komt in. Ja, maar dat is raar hè. Soms heb je een nummer dat je hoort dat je inderdaad al zo lang niet hebt geluisterd. En dan hoor je het liedje, dan kan je ineens meezingen. Hè? Dat is met heel veel kinderliedjes zo. Dan, die heb je al 20 jaar, nou ja, in mijn geval 18 jaar niet geluisterd. En dan kan je het in één keer meezingen. Terwijl je echt al 18 jaar niet meer gehoord hebt, voor je gevoel. Ja, en dan toch onthoud je dat op een of andere manier. Ja. Dat is net zoals het allereerste 06-nummer van mijn moeder. Dat weet ik ook nog steeds. Ja. En mijn eigen allereerste 06-nummer weet ik ook nog. Dat weet ik niet meer. Ja, soms bel ik die nog, omdat ik hem mis. Ja, maar dan hoor je je eigen voicemail. Ja, en dan denk ik, ja, dat was een goede tijd. Ja. Ik kende vroeger wel echt alle huisnummers van mijn vriendjes en vriendinnetjes uit mijn hoofd. Je had echt geen leven, wel. Klopt. Ja, juist wel. En dan wou ik vragen of ze wouden afspreken, dus dan ging ik al die nummers bij langs. Of ze wouden knikken. Zeg Samson, moet je nu eens weten wat wij vandaag is overkomen? Ik dacht, dit is echt zo'n joint muziek, echt zo'n smoke muziek. Hey Samson en Gert. Hey. Hey, wie wil die jonko? Samson en Gert, hier Samson. Oh, wat? Vanmorgen wilde ik gewoon gaan vissen. Hoppakee, daar laten we het bij. Vanmorgen wilde ik gewoon gaan vissen. Yeah. Wat ruimt er op vissen? Missen. Pissen. Je wilt toch niet iets missen met vissen? Gissen. Beslissen. Het rijmt heel veel op vissen. Ja. Yo, vissen, vergissen, missen, flissingen. Flissingen. Nee, flissingen niet. Flissingen niet, maar voor de rest wel heel veel. Yo, yo, we zijn nu onderweg en we gaan vissen. En misschien heb ik het verkeerd, maar ik heb het gevoel dat je mij wil kissen. Kwam die binnen bij je? Nee, voelde je? Ik was echt sick die bier. Dit vind ik niet echt rijmen. Dwangstoornissen. Ja, oké. Dwangstoornissen. En angststoornissen. Yo, wij gaan vandaag iets meemaken. Wij gaan vissen op een speciale soort. Die hebben dwangstoornissen. En angststoornissen. Kom, angststoornissen. En we hopen niet dat we de boot missen. Wow. Er komt zo'n vis aan het water. Helemaal dwangstoor. Helemaal gek. Maar voor hoeveel vissen gaan we? Sowieso 1. Ja, tuurlijk. Jij hebt zondag eentje gevangen, dus dan wil ik deze keer ook graag eentje vangen. Laten we beginnen met 1 en misschien worden het er 2. Ja, en we krijgen nog een special guest. En we krijgen een special guest inderdaad, straks in de uitzending. Gaan we terugtoeteren? Dat is niet de special guest. Dat is gewoon iemand anders, dat is niet de special guest, nee. We zijn aangekomen op de vispot. Dit is de plek, het is best wel hot. En voordat je het weet maak ik weer een hengel kapot. En als je een vis vangt moet je hem niet te lang laten liggen, anders is hij verrot. Wat een gekke line was dat. Maar met vissen heb je wel echt een line, hè? Ja, een visline. Visline. Een visline. Dik visline. Oh, ik weet wat. Hoe dik zijn de vissen hier eigenlijk die we kunnen vangen? Of wat voor vissen gaan we hier eigenlijk vangen? Vraag niet zoveel. Ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Zijn het guppies of zijn het knoepets? Het zijn knoepets. Hallo. Hallo. Mag je misschien in de auto zitten? Jawel. Ja? Ja, auto is open. Oké, dankjewel. Ga maar zitten. Oh, ik vind de roze kleur wel vet. Dankjewel. Zo, dit zit lekker. Ja. En wat gaan we nu doen? Oh, dat weet ik niet. Oh. Dit is echt super droog. Dit is echt ongemakkelijk. Mag ik misschien iets zeggen in de vlog? Ja, natuurlijk. Hij staat aan. Echt? Ja. Volg sowieso Sven, _ju op Instagram. Wil jij nog wat zeggen, Roos? Nee. Nee? Nee. Wil je niks zeggen, Roos? Nee. Nou. Oh. Oké. Vorige keer zagen we je ook al vissen hier. Had ik toen wat gevangen? Ja, maar... Toen zat je met het parasolletje. Ja, klopt. Toen zat je daar. Leuk hoedje. Dankjewel. Het zit echt lekker. Het zit echt lekker. Nou, wel gezellig zo, hè? Ja. Ja. Het is echt super droog. Willen jullie Samson en Gert vissennummer horen? Ja, zullen we een visnummer luisteren? Komt-ie. Vanmorgen wilde ik gewoon gaan vissen. Als een mens geboren wordt, kan nog geen vissen vangen in de grote zee. Kan nog niet groeien. Maar mooie auto. Hé, hey, dankjewel. Leuk dat jullie er even waren. Ja. Dankjewel Roos en Patrick. Sven. Oh, Sven. Oh ja, Sven. Dankjewel Roos en Sven. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Doei. Doei. Dat was echt super droog. Dat was echt super droog. Mogen we even in de auto zitten? Ja hoor. Ja hoor. En toen gingen ze zitten. Oké. En ze gingen ook gewoon meedansen, hè? Ze zaten ook bij de zon. Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk? Geniaal. Nou, top. Wij gaan vissen. Ja. Alvast dat nog niet duidelijk was. Ik heb twee hengels. Eentje voor mij, eentje voor Myron. Daar staat Sam. Hoi Sam. Hoi. Sam heeft ons de hengels gegeven. Top. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Oké, werk ze. Dankjewel. Nou, top. Dat wilde ik even zeggen. Wordt het zo'n dag? Het wordt zo'n dag. Ik heb de trend van Milan gevolgd. Ik heb twee verschillende schoenen aan. Helemaal top. Beautiful. Shout-out naar Milan. Kap met tringen. Kap met tringen. Nou, we gaan een stukje kaas aan de haak doen. En dan komt er een dikke dinosaurusvis op af. Ik zag ze af en toe al boven. Ja, dat hoop ik wel. Ik zweer het je. Kringen. Ja, zeker. Oh! Ja, dat bedoel ik. Je bent te laat. Nee, je ziet ze nog wel. Ja? Want de hele tijd gebeurt dit. Oké, dit gaan we weer even goed doen, mensen. Dit is echt lang geleden dat ik hier ben geweest. Moet ik dit filmen? Ja, wat denk je dat ik anders dat ik jou de camera voor heb gegeven? Ja, maar moet ik dit... Ga je een instructie geven van hoe je dit doet? Nee, tuurlijk niet. Ik had er niet mijn geheimen verklappen. Dan zit je met het filmen, joh. Er moet toch zo'n plasticje bij? Nee joh, film even mijn hoofd of zo. Dankjewel. Helemaal top dit. Zo goed? Ja. Kijk, er moet een plasticje bij, maar dat hoef je niet te vertellen aan de kijkers. Maar dit was het visgeheim van Enzo Knol. Ja, ja, dat dacht ik. Het gaat helemaal goed mensen dit. Vertrouw me er maar op. Hoppakee. Oh, niet doen. Kijk, blokje kaas. Lekker hè? Nou, gaan we dit ding even smijten? Hij gaat wel onder. Oh! Hij is onder. Hij is onder. Waar is mijn dobber? Oh, daar. Huh? Hij gaat weer onder. En dan zitten er allemaal kleine bij, denk ik. Zo, ik ga die andere hengel ook erin gooien. En dan hebben we allebei een hengel. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. A few moments later. Hou beet, hou beet, hou beet. Er gebeurt wat bij mijn dobber, hè? Ja, wel wind. Iets, ja. Maar... Is dat de wind? Ja. Oh, Daniel is er ook. Hallo! Daniel is de special guest. Dit is een special guest inderdaad. Ja, en ik heb stiekem aan de eigenaar gevraagd of ik wat pellets mocht krijgen. Of je wat pellets? Ja, dit zijn pellets. Dat zijn geperste pellets van vismeel en olie. Oké. Het ruikt een beetje als hondenbrokken. Vies dus? Ja, maar daar worden die vissen mee gevoerd. Dus dat is gewoon hun voer wat ze iedere dag krijgen. Dus ik, mijn gedachte gooi is bij mijn dobber. Ja. Ja. Nee, niet bij jou. Alleen bij mij. Gooi bij mij, daar is mijn dobber. Elke keer op hetzelfde plekje gooien, hè? Ja, gooi maar precies bij mijn dobber. Precies voor dit paaltje. Ja. Ja, perfect. Heel goed. Niet te veel, hè? Ze moet ook nog in mijn aasje bijten. Zal ik bij Myron ook wat geven? Ja, doe ook maar bij Myron wat. Haar ghetto-naam is Myron. Dat is nogal vetter eigenlijk. Het is eigenlijk Myron, maar ik noem haar altijd Myron. En de ghetto-naam is Myron. Myron. Laat het wel duidelijk zijn dat het eigenlijk Myron is. Nee, het is Myron. Oh, mooi gegooid. Dat is meteen genoeg, denk ik. Ja, en dan in één keer zo bam! Oh, ja. Oh, je muts. Een nieuwe naam is Muts. Rotwijf. Ik keek meteen naar mijn hengels. Wow. Jongen. Doe je veel te echt. Wacht, ik ga daar, aan de overkant. Verspil dat nou niet. Ja, ga jij je hengel daar gooien? Het zit meteen weer in zijn element, die Daniel. Natuurlijk. Vissen. Ja! Oh. Ja! Ik zei het toch dat het werkt? Wat? Ik zei het toch dat het werkt? Wat moet ik doen? Ik ga gewoon zo doorgaan. Opskee. Kijk, die steuren jongen, die denken gewoon niet. Wat moet ik doen? Moet ik blijven draaien? Oh mijn god, wat ziek. Dit is gewoon een unit. Wow, wat ziek hé. Nou, dat was instant. Oh mijn god, dat gaat hard. Moet ik... Oh. Kijk het hoofd hè. Oh my god. Het is een steur. Het is een steur. Wat gebeurt steur? Ik heb het net hier. Hoppakee. Nou Myron. Oh, hij is mooi. Ja, hij is heel mooi. Nou, wat vind je ervan Myron? Maar hij is echt mooi. Hij is heel mooi. Hij is een beetje roze of zo. Heel erg nice. Yay. Goed bezig. Zullen we hem terug doen? Ja. Dan moet je hem vasthouden of zo, toch? Ja, en bij de start. Doe maar in het water. Ja, ja. En nu kan je hem loslaten. We moeten wegzwemmen, toch? Ja, we moeten wegzwemmen. Dan kan je hem loslaten. Beetje mee heen en weer gaan. Oh, subtiel. Nice. Oh, 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 oh. Ik heb beet. Ik heb beet. Ik heb beet. Oh. Oh, volgens mij heb ik hem gemist. Oh nee, ik heb beet. Ik heb beet. Ik heb beet. Ja, ik heb beet. Ik heb beet. Kijk. Oh, die is groot. Oh. Ik knoop het. Mijn handen zijn nog helemaal slijmerig. Lekker. Yes, dit was echt snel. Allebei eentje. Yeah. Dit is top. Dit is super. En zo heet beet. Dit is best wel groot hoor. Die is echt nog groter dan die van mij hoor. Het werkt wel hè, met een paar van die pelletjes erop. Zo, dit werkt echt goed met dat voer. Zo. Best wel een dikke hè? Ja, het is echt een unit. Zo, het is echt een dood. Wow, die is echt heel groot. Yes, het is echt een haai. Ja, hij is echt zo groot. Kijk mijn tak. Get hem, get hem, get hem, get hem. Het vishoedje helpt wel hoor. Ja, sowieso. En... Oh. Wow. Oh, die is echt heel groot. Holy shit. Hoppakee. Wow, wow, wow. Sick. Wow, die is echt heel groot. Hij is ook perfect in zijn mond gehaakt. Ja. Hij heeft een grote bek. Oh, die is echt groot. Oh, dikke knoepert, jongen. Holy shit. Maar deze is wel een meter lang, hoor. Deze is echt lang. Is groot. Is echt groot. Hij is mooi ook. Zo, wat ziek, hè. Hij past me net aan op de lens, denk ik. Zo. Ja, pas net op de camera, of niet? Ja. Zo, kijk die bek joh. Echt sick. Oeh. Oeh. Ze zijn sterk hè? Ja, ze zijn echt sterk. Kijk deze boy. God. Deze is ziek hè? Ja, deze is groot. Niet normaal hè. Wat een knoepert. Oh. Hij is echt sterk man. Hij is heel sterk. Oh. Oh. Hij is echt heel sterk. We gaan hem terug doen. Zet hem terug, zet hem terug. We gaan hem terug doen. Daar gaat hij weer. Check dan. Echt een dino hè? Zo! Dat was dik hè? Dat was dik. Lekker man. Echt een ziek grote steur was dat. Holy shit. Wow. Je bent helemaal uitgeput. Ja joh, kapot. Ziek. Hey, high five man. Slimy high five. Slimy five ja. Ah. Oh, hij is echt slimig hier. Jij deed net ook bij mijn jas. Die zit er wel een beetje bij als een soort van hobbit of zo. Oh, dit was nice mensen. Dit was echt super nice. Hier ben ik echt heel erg blij mee. De enige die nu nog wat moet vangen is Daniel. Dus zet hem op Daniel. Kom op hè. Ik heb mijn hengel heb ik weer in het water gegooid. Althans de dobber met een stukje kaas. Myron ook. Dus ik ben heel erg benieuwd, wie gaat de volgende vis vangen? Ik heb mijn camouflagepak aan, die vis kunnen wij niet zien, dus dat moet goed komen. Jij moet wat gaan vangen jongen, zet hem op. Ja, 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 ja. Oh. Ja, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, ik heb hem. Film, film. Ja, ik film al. Moet ik filmen? Oh, oh nee! Hij is los. Ik was serieus net de camera goed aan het zetten. En toen in één keer zag ik mijn dobber verdwijnen en die schoten vandoor. A few moments later. Heb je beet? Ja. Daniel heeft beet. Let's go. Let's go. Daniel heeft... Oh, mooie. Mooie, 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 mooie. Ik vind het eigenlijk niet leuk dat ik achter sta. En ik heb een vis. Nee, jij moet hem eerst nog binnenhalen. Hè? Ja. Oh, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Oh, jij hebt ook beet, Myron, of niet? Of... Heb ik beet? Ja, 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 ja. Nee, ik denk dat jouw lijn in mijne zit. Volgens mij heb jij ook beet, Myron. Ja, maar ik moet daar filmen voor Daniel. Oh nee, je hebt niet beet. Nee, jullie zaten in elkaar met lijnen. A few moments later. Dit is echt een zieke vis hoor. Kijk die mond hè, daaronder. Zuigsteur is het. Dit zuigt zo alles van de bodem af. Ja, daarom liggen die blokjes kaas ook op de bodem. Met dat mondje zuigt hij zo... Ah! Oh, 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 doe normaal. Doe even hier. Ik ben er klaar mee. Ik ga terugzetten. Het is in ieder geval een hele mooie... Dit is een sterlet. Geen steur, dit is een sterlet. Ik ben ondertussen naar mijn dobber aan het kijken. Want je weet me nooit mensen. Dit is gewoon... De golden hour, dus het uur waar alles in gevangen wordt. Soms heb je dat, hè? Dan ga je vissen en dan heb je in een uur tijd heb je alles. En dan daarna 5 uur lang niks meer. En nu is alles. Myron en ik liggen heel erg dicht bij elkaar. Oh, mijn ging al heen en weer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hou mijn hengel echt heel raar vast ook trouwens, maar Ik ben heel erg benieuwd of we nog wat gaan vangen. Daniel die gooit er nog wat voer bij. Een paar gelukspellets. Zet hem op. En dan gaan we nog heel eventjes door en dan is het klaar. Nee! Je moet de vissen voeren. Oh ja. Nou, ik denk dat dit het is. Ik denk het ook. Nou, ik ga hem binnenhalen. Zo. Dat was het, mensen. Visavontuur zit er weer op. Dames en heren, kijken wat ik heb gevangen. Zo, dames en heren. Ik ben weer thuis gekomen en ik heb heel erg genoten van vandaag. Hopelijk jullie ook van de vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!